Maar de webinar gaat over projectwerk. En ja, waarom project? Wel, voor mij heeft dat heel mijn fotografie veranderd. Het is leuker werken aan een project, aan een verhaal. Het is leuker fotograferen, want uiteindelijk, meestal gaan wij gewoon gaan fotograferen. Bloemetjes of zo, of paarden, of ander soort wildlife. En die beelden komen wel binnen in ons archief. Maar we doen daar heel weinig mee, of het is een keer op Facebook zetten. En we krijgen soms wel misschien ook het gevoel dat het nergens naartoe leidt. En vandaar dat ik het goed vind om een project te starten. Dat project dat kan heel simpel zijn, heel basis. En ik zie dat, sorry, mijn slide komt niet door. Ja, dat project kan dus heel basis zijn, heel simpel en over vogels gaan. Je kunt dus bijvoorbeeld een project starten over alle zangvogels van België, Nederland, van de Benelux en zo verder. Dat is een redelijk uitgebreid project en je zult daar wel een paar jaar aan zitten, maar het is zeer leuk om te doen en zeker als je wildlife fotograaf bent of vogelfotograaf. Nu, dat is ook iets wat dan afgerond is, eenmaal je alle soorten, als dat al mogelijk is, op beeld gezet hebt, is dat project dan ook afgesloten. Maar dat is dus een simpel voorbeeld van een project. Nu, zoiets leidt heel eenvoudig naar een reeks. Dat is ook de reden waarom de meeste fotografen met een project willen beginnen. We zijn daar allemaal naartoe op zoek. Dat kan zich vertalen dan in een reeks, een tentoonstelling, of we kunnen al die beelden gaan bundelen in een boek. Nu kun je zeggen van ja, ik ben maar amateur of liefhebber van fotografie. Wat moet ik met een boek doen? Maar iedereen kan een eigen boek uitgeven zonder daarvoor te gaan betalen. Denk maar aan Blurb, daar kunt u uw boek eigenlijk te koop gaan aanbieden voor anderen. Maar als we een boekhandel binnenstappen, of we gaan even naar de bibliotheek en we zoeken boeken op van fotografen, dan gebeurt het zelden dat we een boek vinden met als titel Mijn beste beelden. Meestal zit er daar een rode draad in, een thema, was dat een project van de fotograaf. Denk maar aan het boek van Theo Bosboom, Shaped by the Sea. Je weet al welke beelden je daarin kunt verwachten. Net zoals het boek van Bart Heirweg, Silent Fields. Die heeft al zijn kennis van landschapsfotografie toegepast op de begraafplaatsen van de Westhoek. En dat is een mooi verzamelfotoboek geworden van al die begraafplaatsen. Heel sfeervol en denkwaardig, herinneringswaardig voor de vele mensen daar in de streek. Als je nu iets zegt van begraafplaatsen in de Westhoek, dan denkt iedereen Bart Heirweg heeft dat gefotografeerd. Los van natuurfotografie, grote namen als een Karel de Keizer, die Amerika rondgereisd is om daar de geloofsbelijdenis van de Amerikanen in beeld te brengen. Of een Stefan van Vleteren, die een boek Surf Tribe gemaakt heeft. En ik vond dat heel leuk. Ik heb een lezing van hem gezien op YouTube. En daar vertelde hij dat hij eigenlijk surfers wou fotograferen. Hij is met een fototoestel naar het buitenland getrokken en hij begon surfers te fotograferen op de golven. Dus eigenlijk ja, golfsurfers in actie. Maar hij merkte zo van, ja, dat is mijn ding niet, ik heb daar geen klik mee. En ja, Stefan van Vleteren, als jullie hem niet kennen, dat is geen sportfotograaf, dat is meer een portretfotograaf. Dus heeft hij gewoon heel die surfwereld vertaald naar zijn eigen visie, naar zijn eigen discipline. En gewoon portretten genomen van surfers. En je ziet er daar al een paar in beeld staan. Dus ik vond dat heel slim van hem, van ja, ik ben geen sportfotograaf, dus laat ik mij gewoon focussen op wat ik goed kan. Nu, waarom zou je in godsnaam een project beginnen? Ik heb daar een goede quote over. En het is niet van mezelf. Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect. Wanneer je merkt dat uw beelden eigenlijk samenvallen of gelijken op de meerderheid van de foto's, wordt het misschien een keer tijd om ja, even stil te staan en te gaan nadenken. Niet dat dat niet mag, maar als je graag unieke beelden wilt maken, ja, dan moet je er even over nadenken, want iedereen maakt goede foto's. Ik zit ook op Facebook, ik zit ook op Instagram.
En als ik daar eventjes scroll, dan zie ik mensen foto's posten dat ik zeg, oh my god. En jij doet dat niet voor als beroep fotografie. Dat is gewoon puur hobbymatig, die foto's. Ja, sommige zijn echt prachtig. En het wordt ook eenvoudiger de dag van vandaag om mooie foto's te maken. Ja, als we YouTube gebruiken en we tikken in Haiki, ja, dan hebben we al onmiddellijk een tutorial gevonden die ons in 1 minuut leert hoe we een Haiki moeten maken. Zelfs op een workshop ga je dat heel eenvoudig en snel leren van je workshopbegeleider. Je gaat zelfs waarschijnlijk 10 technieken leren op een workshop van 3 uur. 10 technieken waar die fotograaf zelf waarschijnlijk meer dan 5 jaar over gedaan heeft. Dus je kunt heel eenvoudig het niveau bereiken van een professionele fotograaf. Je moet er natuurlijk op toeleggen en dan veel mee bezig zijn. Ja, misschien gaan jullie allemaal over een weekje, 2 weken tussen de bossen aan de monden gaan liggen. Ik weet niet of jullie nog workshops mogen volgen nu in Nederland. En een dergelijk beeld, ik heb daar zelf ja, 1 uurtje, 2 uurtjes naar gezocht. Dat is super leuk om daar naartoe te zoeken. Maar dit kan ik nu tonen op 2 minuten hoe je dat fotografeert. Misschien ga je een creatieve workshop gaan volgen ergens waar er boshyacinten staan. Ik ben er zeker van, over een maand, dat het Hallerbos in België weer vol zit met fotografen die gewoon macro-opnames gaan maken van boshyacinten of creatief gaan bezig zijn met landschapsfotografie. Alles is ook toegankelijker geworden. Waarnemingen is een website die ik vroeger iedere avond raadpleegde om te gaan kijken wat ga ik morgenochtend gaan fotograferen. Waar zit de gekraagde roodstaart? Waar zit het blauwborstje? En dankzij waarnemingen die soms gewoon op de meter toont op de kaart waar die blauwborst zit, ja, dan moet je gewoon naar hinten rijden en dan kun je binnen de 3 uur een blauwborst fotograferen. Ja, vroeger zonder die website was het al een pak moeilijker. Je moest al maanden buiten komen en jaren na elkaar naar gebieden gaan kijken of je moest het horen van iemand. Maar nu met waarnemingen is het super eenvoudig geworden. Ook ja, reizen. Ik weet nog, een van de eerste boeken die ik kocht was een fotoboek met allemaal foto's van Namibië. Ik vond dat super en dat was al heel mooi omdat dat beelden bevatte die ik nog nooit gezien had. Al die duinen, al die verdorde bomen. Ik vond dat ontzettend mooi. Maar reizen is voor iedereen toegankelijk geworden. Als sommigen zullen een tijdje moeten sparen, maar iedereen kan, als hij dat wilt, naar Namibië reizen. En dan ja, kijkhutten. Terwijl het vroeger uren duurde om een vogel dichtbij te kunnen fotograferen, om een eekhoorn, een sperwer, een ijsvogel dichtbij te fotograferen, kun je nu een kijkhut huren waar je buizerd met prooi, sperwer met prooi, duikende ijsvogel kunt fotograferen op nog geen uur tijd. Je kunt je voorstellen hoe ze dat vroeger deden zonder vaste kijkhut. En ja, ik moet toegeven, ik vind het zelf handig. Dit is een foto van jaren terug, de eerste steenuil die ik ooit gefotografeerd heb. Eigenlijk de eerste vogel die ik ooit gefotografeerd heb. Mijn vogelfotografie is dankzij die steenuil eigenlijk begonnen. Maar ik kwam thuis en ik zag die foto en ik dacht, oh zalig, die diertjes, die uiltjes. Ik wil ze meer fotograferen. En dat jaar heb ik 5 weken aan een stuk naar de steenuil geweest. Ik ben iedere morgen om 4 uur opgestaan om ze daar te gaan fotograferen, om daar een vijftal uur te gaan zitten bij hen. Dat was eigenlijk, zoals je nu kunt zien, was dat een weidepaaltje aan de kant van de weg waar geen auto's passeren. Dus ik kon daar gewoon mijn auto parkeren, mijn raam open doen en ze fotograferen. Dus ik zag ze daar echt groot worden. 5 weken aan een stuk. Iedere morgen en iedere avond. Iedere middag deed ik dan een power nap van een uurtje of 2, zodat ik toch niet te vermoeid was. Dat was een van de mooiste zomers die ik beleefd had. Op een gegeven moment kwam die zo dicht dat ik gewoon de deur van mijn auto moest open doen, uitstappen, omdat mijn 500 mm een minimum scherpstelafstand had van 4 meter en ik kon niet meer focussen. Dus hij zat te dicht. Dus ja, ik was heel dat jaar super gelukkig met mijn fotokjes van steenuiltjes. En ja, een jaar daarna, ik moest dat heel wat reizen gaan begeleiden dan. Ik had niet echt veel tijd om iets op te volgen. En dan dacht ik van, laat ik gewoon een kijkhut huren om een keer een steenuiltje te zien. Moet die zelfs niet fotograferen? Ik mis die en ik wil toch een keer een jonge steenuiltje zien. En nog een uur later kon ik er dit beeld maken. Ja, dit beeld vind ik persoonlijk beter dan alle
stenen foto's die ik ooit gemaakt heb. En dan dacht ik van, ja, 5 weken heb ik daarvoor allee, afgezien. Ik heb mij wel rot geamuseerd die 5 weken. Maar zo zie je dat je in een kijkhut op een uur een betere foto kunt maken dan eigenlijk op 5 weken continu hard werken. Nu, mijn beleving was ook belangrijker van die 5 weken dan hier in die kijkhut. Sociale media wordt ook overspoeld met mooie foto's. Dat is onvoorstelbaar wat er daar op staat. En als je één keer scrolt op Instagram of zo, heb je waarschijnlijk al 150 mooie beelden zien passeren. Maar als ik u s'avonds vraag, kun je nog een beeld herinneren? Zul je waarschijnlijk misschien 1 à 2 foto's kunnen opnoemen. Maar als ik u een week later vraag, weet je nog die maandag dat je op sociale media gekeken hebt? Kun je nog een keer die 2 beelden zeggen die je zo mooi vond? Ga je het waarschijnlijk niet meer weten. Mooie foto's worden zelden herinnerd of ze moeten echt top zijn. Maar wat men zich wel herinnert, dat zijn verhalen. En een verhaal krijg je door een project te starten. En uit een project leer je heel veel. Ik ga je een paar voorbeelden geven wat je kan zien als een project. Maar we beginnen heel simpel. Je kunt bijvoorbeeld nu nog steeds naar een wildpark gaan en zeggen, ik ga alle dieren fotograferen op een zwarte achtergrond. Een klein beetje de low-key, de onderbelichting. Je moet geleerd al van hoe moet het dier staan, waar moet die staan ten opzichte van welke achtergrond. Hoeveel stops moet ik gaan onderbelichten, welk licht hebben we nodig. Want op een bewolkte dag is dit ontzettend moeilijk. Je hebt dus eigenlijk een stralende zonnige dag nodig. Maar dat kan wel een project zijn. Gewoon dieren gaan fotograferen op een zwarte achtergrond. En je doet dat een keer de volledige dag. En ja, als je dat wat mooi in beeld brengt, een continuïteit van grootte van je dieren voorziet, dan kun je daar wel een tentoonstelling rond geven. Of het is al op zijn minst een reeks. Het voordeel van zoiets is, je hebt altijd iets te doen. Alle dieren van de dierentuin of alle zoogdieren van de dierentuin op een zwarte achtergrond en u bent wel even zoet. Nu, je kunt daar verder in gaan en zeggen van kijk, ik ga de symmetrie gaan zoeken. Symmetrie in de wereld van de dieren. Dat klinkt al goed, dat zou wel een mooie fotoboek zijn. En een fotoboek die ik waarschijnlijk wel zou kopen, want ik ben wel benieuwd. Nu, zoveel symmetriebeelden heb ik niet echt. Maar hier ben ik van een zwarte achtergrond naar symmetrie gegaan. Dus ik heb al een beetje verder zitten denken. En een project zet je nu eenmaal aan het denken. En in al mijn lezingen zeg ik ook, fotografie, dat is een denksport. Je moet echt gaan nadenken over je beelden. Laten we nog even blijven in dat wildpark en van symmetrie gaan naar semi-onherkenbaar, maar stukken van dieren. Echt gaan snijden in dieren. Want dat leert u met de compositie werken. En ik vind een dierentuin een van de beste plaatsen om wildlife fotografie te leren, want ze blijven staan. Je leert hoe je moet focussen, je leert de sluitertijden. Dus het is een ontzettend goede leerschool. Dus snijden in dieren. Niet evident. Het gaat niet over het dier, maar het zijn gewoon wat vormen die je dan toont in beeld. Nu, je moet er ook voor zorgen dat je een bepaalde continuïteit voorziet in je reeks. Ik raad meestal aan om niet te veel te wisselen van objectief. Als je fotografeert op een 50 mm, is de beste continuïteit dan ook die 50 mm. Het is heel vreemd als je continu landschappen toont en dan plots een close-up van de schors van een boom. Je moet dat voor je zien, je moet dat een keer zo al die prints aan de muur hangen. En je zult merken, vanaf dat je bij de schors van de boom komt en je een stap achteruit zet, om dat goed te kunnen bekijken. En in een tentoonstelling, ja, werkt dat niet altijd. Dit is hier een projectje, True Colors, dat ik iedere herfst doe. Dus dat eindigt niet echt voor mij. Maar ik vind dat gewoon leuk om te doen. Ik zoek herfstblaadjes, ik kleef die tegen het raam, of ik zet er een flitser achter en ik fotografeer dat met mijn macro-objectief. En ja, het gaat dan over de kleuren, het gaat dan over de nerven, alle lijntjes die je ziet. En ik probeer daar heel veel diversiteit in te brengen naar kleuren. Hier zie je de nerven staan een beetje in de midden, maar dat hoef je dus natuurlijk ook niet altijd te doen. Kijk, op dat volgende beeld heb ik er 2 genomen. Dus ik vind dat een heel leuk project, maar ik kan het maar 2 weken doen per jaar. En meestal is dat eigenlijk maar 1 dag per jaar in werkelijkheid dat ik dat doe. En vorig jaar heb ik het zelfs niet gedaan.
Maar voor mij is dat project of deze reeks redelijk af. Ik kan die als print gaan aanbieden, niet als fotoboek, want ik heb er nog niet voldoende. Ik kan dat wel als print gaan aanbieden in een drie luikje of meer zelfs. Maar ik kan er altijd ook aan verder doen. Dus de rode draad is hier een herfstblad, de ware kleuren van het herfstblad, omdat ik ooit even gelezen had dat wanneer het herfst wordt, het blad zijn ware kleuren krijgt en dat groen niet echt is. En ik vond dat wel een leuk verhaal en daardoor ben ik op dat project gekomen. Maar los van die rode draad, dus je had gezien met die herfstblaadjes, heb ik een redelijke rode draad, kun je een verhaal gaan creëren. Je hebt daar net wat dieren gezien. Die beer die jullie gezien hebben, is eigenlijk gefotografeerd in een opvangcentrum. En ik fotografeer al jaren in opvangcentra, vooral om de beelden dan aan hen te geven achteraf. En ja, ik wou ook het leed gaan tonen. Ik wou ook tonen hoe die diertjes afzien. Maar dat lukte mij niet door portretten te maken van die dieren. Ja, en als wildlife-fotograaf wil je liefst een portretje nemen. En ik nam dat dan door de tralies van de kooien in de opvangcentra. En dan was ik nog een keer op bezoek geweest en ik had enkel een 24-70 mm mee. Ik zei, en zegt hij, ja, kun je daar een foto van nemen? Ik begon die foto's te nemen en dan dacht ik van, dit is een emotie waar ik al jaren naartoe op zoek ben om in beeld te brengen. Van zodra ik er mensen bij betrok, bij die gekwetste dieren, ja, dan voelde die beesten. Je ziet dat die buizerd hier niet tevreden is. Je ziet die uitdrukking op die mevrouw, dat ze toch, ja, ze leeft mee met de vogel. Dus ik ben eigenlijk van wildlife-fotograaf gegaan naar nog steeds wildlife-fotograaf, dat is mijn passie. Maar ik heb die mensen erbij betrokken om mijn verhaal duidelijk te maken. Hier ook een ree, die is aangereden geweest door een auto, had geen kwetsuren, gelukkig, maar die was volledig in shock. En de reden dat hij shock is, wil niet eten. Er liggen wel blaadjes voor het ree, maar die moet dus voeding krijgen door gewoon de voeding in te spuiten via de mond. Dat doet de vrijwilligers doen dat van het opvangcentrum. Ik heb er bewust voor gekozen om het gezicht niet in beeld te nemen, omdat het ook niet belangrijk is in dit beeld. En als je zo'n compositie gebruikt, dan ga je een spanningsveld gaan creëren. En ik vind dat er daar een spanning moet hangen. Tree is er niet zo gelukkig mee, is niet zo op haar gemak. Ze draait daar wat om. En zij komt daar met de spuit klaar, met nog een extra vulling die de man dan erachter in zijn handen heeft. Dus er hangt daar wel gevoel aan. En dat wou ik eigenlijk in mijn wildlife fotografie stoppen. Hier ook Jan van Gent dat gewassen wordt omdat hij helemaal vuil was, niet meer kon vliegen en niet meer bleef drijven op het water. Dus dat is een project voor mij, Project Wounded. Ik was van plan om dat in 1 jaar af te werken. Nu met de COVID-maatregelen lukt dat niet zo goed. Maar sowieso zal het een werkje zijn van 3 jaar en meer. Want het is begonnen met portretjes van vogels. Het is dan uiteindelijk geëvolueerd naar mensen met de vogels erbij. En nu zal het nog evolueren naar gewone portretten van mensen. Dus ik ga er ooit een boek van maken, maar dat zal uit 3 delen bestaan. En waarom portretten van mensen zonder dieren op? Omdat er ooit iemand zei tegen mij, ik vind het jammer, Jeffrey, dat ik niet kan zeggen tegen de vogel dat het maar eventjes pijn zal doen. En de emotie dat ik dan zag op die persoon, dat wou ik in die boek. Dat zal de mensen hetzelfde doen voelen als wat ik voelde op dat moment. Nu, het leuke ook van het project is dat het een afgebakend iets is. Het stopt ooit. En dat vind ik leuk. Ik had vroeger ook op mijn website portfolio. Macrofoto's, landschappen, zoogdieren. Ja, en iedere 6 maanden moet je daar nieuwe foto's voor gaan zoeken en nieuwe foto's opzetten. Ik heb daar geen tijd voor. En ja, hoeveel foto's zet je daar dan op je portfolio? Ik zeg altijd maximum 10 of 15, maar geen 30 foto's. Er is bijna niemand die dat helemaal doorbladert, je portfolio op je website. En het is heel leuk dat ik nu reeksen heb. Ik toon niet meer mijn macrofoto's, maar ik heb nu wel een reeks True Colors. Ik heb een reeks over Exit, wat allemaal bedreigde diersoorten zijn in Afrika. Dus het is leuk dat iets stopt. Voilà, ik moet er eigenlijk niet meer naartoe kijken. Dat stopt.
Nog een voorbeeldje waar ik mee bezig ben. Het gaat vooral rond verhaalscheppen. Ik vind de duif een van de mooiste vogels van de Lage Landen. Het is een vrij intelligent dier. Het heeft duizenden mensenlevens gered in oorlogstijden. Dus vandaar dat je wel mijn respect krijgt. En ben ooit een keer gaan praten met een duivenmelker. En de passie die van die persoon afstralen was immens. En die was ook aan het vertellen van... Ja, er zijn nog weinig mensen die dat doen. En oké, dit houden we even vast. Er zijn nog weinig mensen die dat doen. Het is een sport dat aan het uitsterven is. Nu, hij vroeg mij mee naar de inkorving. En wat is dat? Ze geven een duif af. Die wordt dan gechipt. Allee, die chip wordt ingescand. Dan gaat hij in zo'n mand, zoals jullie kunnen zien. En dan wordt hij ergens anders naartoe gebracht. Nu, hij zei tegen mij van... Ja, mijn muis kan het niet zien. Als je de persoon ziet, ja, tijdens de inkorving is hij bezig met die duif. Maar dat wou ik niet tonen, want er zijn niet veel mensen die nog afkomen om een duif in te korven. Dus moest ik een onbewaakt moment hebben, een moment waar de man zich aan het vervelen is. Hij is zich duidelijk aan het wachten, aan het vervelen. Nu, achter de man in de kast, zie je allemaal van die cirkeltjes, dat zijn de klokken. Iedereen die een duif binnenbrengt, krijgt zo'n klok om in te drukken wanneer die aangekomen is. Je ziet dat die kast nog vol staat. Want het is aan het uitsterven in een sport. Ook die manden, die zitten niet allemaal heel vol. Oké, en dan ga ik verder. Ik ben die gevonden aan Quivrain. En dat zijn allemaal manden en dat zit vol duiven dan. En ik moest wel wachten op dat moment dat het licht goed zat, dat de duif goed zat. Want ik moest kunnen tonen, heel duidelijk dan ook, dat er een duif in zo'n mand zit. Dat is misschien een gemakkelijk beeld, maar ik heb dat toch wel eventjes moeten wachten totdat ik die duif kon scherpstellen, kon fotograferen. Maar Quivrain, daar moest ook duidelijk zijn eerste lossingsuur. Dat draagt allemaal bij aan mijn verhaal. Quivrain is een van de bekendste plaatsen om duiven te lossen als je tegen duivenmelkers spreekt. Ja, en dan komt de lossing natuurlijk. Ik wou dit beeldje ook nog een keer tonen. Ik heb nog veel meer beelden, want mijn project van duiven gaat nog lang lopen. Ik heb nog veel te doen. Nu ga ik ook niet bij die mensen natuurlijk om duiven te fotograferen. Maar dat is een fenomenaal moment als er zo duizenden van die duiven overvliegen. Overigens, ik heb zelf twee sportduiven, noemen ze dat, in huis gehaald. Allee, liever buiten. Ik sluit die niet op. Die zitten gewoon in de tuin. Ik heb die gekregen van een duivenmelker. Die vliegen niet weg. Die blijven hangen rond mijn tuin. En waarom is dat? Omdat ik mij moet kunnen inleven om daar een reportage van te maken. Dus ik ga ook een duif opleren. Ik kan ook een duif meegeven om te gaan laten lossen en er dan op wachten totdat hij terugkomt. Ik moet voelen wat die mensen voelen om mijn verhaal goed te kunnen fotograferen. Nu, dat is een proces. Je hebt dat al gemerkt, van die duivenmelkers, van die blaadjes, dat er al heel wat bij komt kijken. En dat vind ik ook net leuk. Ik weet nog vrij goed, jullie kennen allemaal Bart Heirweg, landschapsfotograaf. En dat is een goede vriend van mij. En als wij samenkomen, ik vroeg hem dan ook van vroeger, van ja, met uw landschappen, hey, al die mooie foto's die je hier neemt in de buurt, de Vlaamse Ardennen, je woont hier ook in de buurt. Hoe heb je dat aangepakt? En die vertelt mij ook van, ja, weet je wel, als slecht weer is, dan rijd ik gewoon even rond met een auto, zoek ik nieuwe landschappen uit, zie ik een mooi landschap, dan noteer ik dat in een boekje en dan kan ik erbij zetten van, kijk, dit moet ik opnieuw komen fotograferen, maar dan als er sneeuw ligt. Of dit in de herfst, dit in een avondlocatie is dit. Dus ja, zelfs als het slecht weer is, kun je verder werken aan je project en dat geeft u altijd iets te doen. Maar ook naar kleur, zwart-wit en andere tinten, hoe dat je je beeld verwerkt, dat is ook belangrijk. Veel mensen vragen aan mij, kun ik hier uw stijl beschrijven? Ik heb geen stijl. Ik wil ook geen stijl hebben. En ik weet, we moeten er allemaal naartoe op zoek. Ik niet, want als ik een stijl heb, betekent dat ik altijd dezelfde foto's ga maken. Dat ik noem dat vastzit. Dus hier zie je van een mooi, zeemzoet moment, een ochtendlicht... aan de zee en ja, het is rust. En dit beeld kan het begin zijn van een reportage voor de storm. Want een uur later ligt het vol met honderden toeristen. Is dat zand niet meer zo mooi. Kunnen dat praktisch niet meer naar de zee door de chaos. En ja, voor dat beeld had ik voor de storm zo'n zacht beeld nodig.
U bent ook met een project bezig en dat is eigenlijk gevloeid uit ja, hier paarden fotograferen uit mijn project Wounded. Over oude Vlaamse tradities, wat folklore. En natuurlijk doen er daar heel veel mensen ook in mee. En dat zijn hier de garnaalvissers. En ik vind, dat gaat over oude Vlaamse tradities. En dat moest zwart uit voor mij, om u terug te brengen naar die tijd. Maar ja, ik kreeg de vraag ook vorige keer van, ja, als wildlife-fotograaf naar portretten overgaan, ja, waarom die stap? Wel, dit leert mij om composities te maken. Ik kan niet leren mooie composities maken met vogels, omdat ik daar geen tijd genoeg krijg. Die vogel blijft geen uur zitten. Ik heb geen uur de tijd om composities te gaan testen. Ik wil die vogel als herp in beeld. En ja, als dat dan lukt, ben ik al zeer tevreden. Wel, met zo'n beelden, zoals hier kantklossers, kun je oefenen met compositie. Nu, die twee vrouwen waren het allerbelangrijkste van het beeld. En dan, als ik dat heb, dan probeer ik mijn beeld op te bouwen. En ik raad dat iedereen aan, als jullie bijvoorbeeld bosanemonen fotograferen, uw statief staat klaar, uw macrolens staat gefocust. Als je die bosanemon hebt, dan moet je dat beeld verbeteren. Je bent niet klaar. Denk niet van, ah, mijn libel staat op de foto, ben klaar. Nee, kan je iets bijvoegen, een bepaald kleurtje op de achtergrond die onscherp wordt, waardoor dat je beeld beter wordt. En probeer continu hoger en hoger en hoger te komen van niveau met dat beeld. Dus hier heb ik mijn beeld ook opgebouwd. Links bovenaan zie je een schilderijtje met een platte kerktoren. En dat is super gekend in Vlaanderen. Dat is Lessewege. Lessewege is het dorp van de kunstenaars van de oude volksgewoontes. Dus dat past daar wel. We kunnen dat al wat plaatsen. Maar wat ik vooral hier in beeld wou, waren die koffiekopjes. We weten allemaal, als ze daar gaan kantklossen voor een volledige dag, een koffie en een koekske. Allee, althans in Vlaanderen toch. Wel, de koekskes liggen daar, de kopjes staan daar. En daar zien we ook nog drie van die kleine melkjes. Wat ook super typisch is, wat ze dan gebruiken om natuurlijk in de koffie te doen. Maar hoe lang zal dat nog bestaan, die melkjes, als het plastic moet verdwijnen? Nu, dat is zwart-wit. En hier heb ik iets sepia. En ik probeer mezelf uit te dagen. Dus ik ben 2 jaar terug met een groep naar de Galapagos geweest. En ja, ik heb daar mijn mooiste beelden uitgemaakt. Ik heb dat 10 beelden uitgehaald waar ik tevreden mee ben. En voor mij is dat dan af van, kijk, 10 beelden. Maar ik heb natuurlijk veel meer beelden. En ik was plots aan het denken, wat als Darwin een fotograaf mee had? Nu, dat kon niet, want het heeft nog 60 jaar geduurd vooraleer het eerste toestel uitgekomen is, die je met de hand kon bedienen. Maar stel dat hij met Darwin mee was gaan fotograferen. Hoe zou je daar gefotografeerd hebben? Ja, compositie, ja, dat maakt eigenlijk niet uit. Want je ziet een albatros, die moet op beeld. Dat is het allerbelangrijkste. Hoe dat eruit ziet, dat beeld, dat moet niet creatief zijn. Zo scherp mogelijk, liefst. Maar als die op beeld staat, dan is het goed. Oké, okay, wel. Ik heb dus gezocht naar beelden waar de compositie niet zo denderend van is. Ik heb dan die zwarte rand rond de foto's. Dat is typisch voor het analoog tijdperk. Dat is een zwarte rand die ik van mijn eigen ingescande zwart-wit beelden gehaald heb. Dat was eigen aan de vergroter dat je een zwarte rand kon hebben. Dus iedere fotograaf had eigenlijk zijn unieke rand in de donkere kamer. Je ziet dat die foto een klein beetje kapot is. Ik heb die foto speciaal kapot gemaakt, omdat ik ervan uitging dat die fotograaf bij Darwin heel veel foto's zou nemen, dat die filmpjes daar ook in die boot liggen, dat sommige filmpjes wat open hingen, wat water dat erin kwam, door die stormen dat ze dan misschien in zaten. En dus de foto moest er zo zien. En dat is fake natuurlijk, want ik was niet mee met Darwin, zo oud ben ik nu ook weer niet. Maar het is wel een heel leuke denkoefening. Nu, je hebt al een paar van die projectjes gezien, maar een project bedenken vond ik het moeilijkste wat het er was. Ik heb jaren zitten denken, wat kan ik nu doen als project? Want ik wil dat ook. De mensen, de fotografen die bezig zijn met het project, die praten daarover alsof dat het Walhalla is. En nu moet ik zeggen, van ik fotografeer niet meer als het niet voor een project is. Ik ga zelden nog gewoon naar een bos iets gaan fotograferen. Want ik werk liever aan mijn projecten, vind dat veel leuker. Maar eenmaal dat je met een project begint, krijg je massaal veel ideeën. En daarom heb ik het jullie wat gemakkelijker gemaakt.
Ik heb een boekje gemaakt. Dit is het reclamegedeelte. Ik heb een boekje gemaakt, Jouw Ultieme Projecthits, 52 uitdagingen. En eigenlijk is mijn bedoeling dat ik u aan het werk zet met een uitdaging, maar dat je daaruit eigenlijk uw eigen project kunt gaan doen. Ik heb al mailtjes gehad van, ja kijk, merci, ben daarmee begonnen. En na 3 keer ben ik gestopt, want dan kreeg ik plots een idee om dat te gaan combineren met iets anders. En daar heb ik nu een project van gemaakt. En dat is een beetje mijn bedoeling nu. Iedereen kent wel het 365 dagen project. Maar ik vind dat echt geen goed project. Ik verkies het beeld van de week. Waarom niet het 365 dagen project? Omdat zoiets u niet genoeg tijd geeft om te gaan nadenken over uw foto. Nu, ik ben met het beeld van de week begonnen. Dat is overigens mijn eerste foto van het beeld van de week. Omdat ik het... mijn vrienden waren het beu om continu naar al mijn foto's te kijken. Dus ik had hen beloofd van, kijk, de zondag om 10 uur te laatste stuur ik jullie mijn beste foto van de week door. En zij zeiden, oké, er waren 110 mensen ingeschreven in die soort nieuwsbrief, want nieuwsbrief bestond nog niet in die tijd. Dat was nog allemaal met Outlook zelf dan manueel mailen. Er is van alles verkeerd aan die foto, maar daar gaat het nu niet over. Het was een week verder en dat was de tweede foto die ik doorstuurde. En onmiddellijk kreeg ik een reactie van een vriend van mij, je zult toch niet continu vogels doorsturen? En ik dacht, oei. Ja, daar heb je wel iets. Oké, dan ga ik proberen iedere week iets anders te doen. Maar ja, ik wou liefst dieren fotograferen. Ik wil jullie zeker niet toe stoppen met dieren fotograferen. Hè. Maar, dit was mijn derde foto. Dat heeft mij geleerd om 's avonds met lange sluitertijden te werken. Om landschappelijk te gaan denken, ook al is het een cityscape. Dit was nog een beeld, heel klassiek, de dag van vandaag in de tijd, was al uren zoeken hoe ik die foto moest samenstellen. Dat heeft mij leren werken met Photoshop. Dat heeft mij vooral ook leren verhalen vertellen. Dat was mijn eerste foto van vuurwerk. Ja, je bent daar content mee met zoiets natuurlijk. Hè? Maar ik niet. Ik dacht van, maar wat is dat nu eigenlijk? Dat vertelt toch, dat zegt toch niets? Ik ben helemaal naar Merelbeke, naar het centrum gereden om die foto te gaan maken. Ik had dat gewoon vanuit mijn raam kunnen maken. Dit ontbreekt. Verhaal. Mensen die aan het kijken zijn naar vuurwerk. En dan ben ik beginnen denken van, ja, ik moet mijn beelden vertrekken van een basisbeeld. Moet het beter maken. En meer verhaal. Vang ik nu in mijn beeld de essentie op van vuurwerk. En dat is eigenlijk gewoon samenkomen bij een evenement. En dan probeer ik iedere week, kijk ik, is er een speciaal evenement deze week? Zijn er verkiezingen? Is het moederdag? En dan moest mijn foto iets zijn dat daarmee te maken heeft. Dus het was hier solden en dan moest ik een mooi beeld maken dat iets met de solden te maken had. Dus continu jezelf doen denken over foto's. Nu, en dat heeft allemaal niks met natuurfotografie te maken, maar dat leren denken, dat helpt mij nu. Want creativiteit, je moet dat zo zien, dat is een spier en je moet dat kneden. En hoe meer dat je die spier kneedt, hoe losser dat je wordt en hoe creatiever dat je begint te denken. Er zijn 52 ideeën om te starten. En eentje ervan is, je neemt één onderwerp en je maakt daar 10 verschillende foto's van. En waarom is dat? Omdat dat moeilijk is. Dus ik raad aan, iedereen gaat 1 bloem gaan kopen in de bloemenwinkel. Neem 1 lens, ik stel hiervoor dat je een macrolens neemt natuurlijk. Neem 1 lens en neem 10 verschillende composities van die ene bloem. En waarom doe ik dat? Omdat je altijd eerst een foto maakt dat je kent. Ik ga het even vertalen naar een libel. Je gaat een libel gaan fotograferen en hebt er ontzettend lang over gedaan om een libel scherp in beeld te krijgen dat op een sprietje zit met een negatieve ruimte links, dus niks, allemaal mooie onscherpte. En dat is een mooi beeld. Oké, we gaan een jaar verder. Je ziet weer een libel en waarschijnlijk is de kans ontzettend groot dat je hetzelfde beeld gaat maken. Want je weet hoe het moet, het maakt je gelukkig en je bent rap klaar. Maar voor mij is het dan, nee, nu moet je pas beginnen. Dus met die bloem ga je eerst de beelden maken die je weet, dat is mooi, waarschijnlijk van bovenaf, helemaal beeldvullend. En dan moet je gaan zoeken, dan moet je denken. Hetzelfde werken met een vast brandpuntsafstand, met een 50 mm op stap gaan in de natuur. Ja, je zult mij vervloeken, omdat ik u dat aangeraden heb. Maar waarom doe ik dat? Je gaat in de natuur, je ziet daar een boom staan die eigenlijk u stoort.
had u een 2470 mee, wat zou je doen? Daar voorbij zoomen en hem niet in beeld nemen. Met uw vaste brandpuntsafstand, bijvoorbeeld 24 mm, moet je met die boom iets doen. Je wordt verplicht om dat in een mooie compositie te gieten. Je mag het niet verplaatsen, doet er iets mee. Gebruik die boom als een element. Heb je geen vaste lenzen, kun je altijd je 24-70 gewoon op 35 bijvoorbeeld zetten en daarmee aan de slag. Nu, nog een leuk project geweest van Jim Barreau. Dat is geen foto van hem. Is het trajectproject. Dat was iemand die iedere dag de bus moest nemen voor 2 uur aan een stuk naar zijn werk. En die verveelde zich te pletter op die bus. Die kende ook niemand op die bus. En die is gewoon foto's door het raam beginnen nemen. Dus niet foto's op de bus, maar door het raam. En die had na 2 jaar die werken, zijn beste werken, verzameld in een boek. Hij heeft dat dan voor de lol een keer uitgebracht. En zijn eerste druk was op 2 maanden verkocht. Dat was geen professioneel fotograaf, zegt hij. Ik verschiet er nog altijd van dat mijn boek verkocht geweest is. Dat waren gewoon ja, een bezigheidstherapie. Trajectproject. Hoe zoiets kan vertalen naar een boek dat ja, ontzettend veel gekocht wordt. Nu, het zijn niet allemaal serieuze projectjes. Een laatste projectje die ik jullie toon is de klik op zaterdag. Ik vind dat superleuk als herinnering. Wat doe je? Je zet je alarm. Dat die iedere dag afgaat om, ik zeg maar iets, 3:30. En om 3:30, als uw alarm afgaat, moet je een foto maken. Ik heb u niet gevraagd om uw fototoestel mee te doen. Nee, als je geen fototoestel bij u hebt, moet je een foto maken met uw smartphone. De beste camera is de camera die je bij je hebt. Ik maak ontzettend veel foto's met de smartphone. Dus hier, als voorbeeldje, neem ik hier een kerstfeestje. Nog van een hele tijd terug, 2 jaar zeker. En voor mij zegt dat beeld heel veel. Opnieuw, het is een oefening op compositie. Dat is Nantje. En Nantje krijgt altijd bij kerst van zijn tante, mijn vriendin die daar achteraan zit, een zelfgenaaide sweater met dan de naam op. Hij vindt dat super, hij wil dat ieder jaar opnieuw. Hij is heel trots, hij toont dat. Mijn vriendin is ook gelukkig dat hij het mooi vindt, dus dat moest ook in beeld. Nu, tussen hen zie je een mand staan met papieren. Wel, dat is zo'n traditie al jaren. Alleen niet echt een traditie, maar alle pakjes die je opendoet, papier moet je in die mand steken. Omdat het dan gemakkelijker is om te recycleren. Dus dat moest erop voor mij. Want dit is super herkenbaar voor ons. Dit is ons verhaal. Achter een handje zie je ook een kerstboom staan. Daar links ervan zie je kaartjes hangen waar je wel een kerstboomtje in ziet. Ook helemaal rechts zie je een mobieltje liggen op de tafel. Met een, ja, zo'n versiering voor op een pakje. Wel, als ik dat toon aan de familie, zullen ze allemaal weten waarom. Die versiering, die bewaart mijn vriendin elk jaar om die elk jaar opnieuw te gaan gebruiken. Dus dat moest er ook op. Dus ik wist dat Nantje zijn pull ging tonen aan mij. En dan heb ik mijn positie al gekozen van dat moet erop, dat moet erop, dat moet erop. Heb je gezien met hoeveel ik rekening gehouden heb? Met die kerstboom, die mand, mijn vriendin die lacht, die versiering op die telefoon. En ja, het zou hek zijn mocht ik Nantje uit beeld laten natuurlijk. Het is gewoon een beetje ongelukkig hoe die kerstboom in beeld komt. Dat vind ik wel wat jammer. Maar zie je, het heeft mij ontzettend doen denken over compositie. Hier kan ik dat oefenen. In het wild met 3 vossen, ja, dat wordt dan moeilijker. Dan moet je op een seconde kunnen je verhaal vertellen. Nu, als laatste wat tips om met uw project te beginnen. Je hoeft uw idee nog niet tot in de details uit te werken. Ik heb heel veel mensen begeleid en wat ik herken bij mensen is dat ze veel te lang wachten. Ja, ik zou dat willen doen, maar ik weet nog niet zeker of dit. Geloof mij, eenmaal dat je begint, je projectidee zal sowieso veranderen. Start gewoon. Je moet gewoon starten. Ook al starten met niks, je moet starten. Gaandeweg ga je bijleren, ga zaken horen van mensen en dan gaan zaken duidelijk beginnen worden. Ik was nooit van plan om duivenmelkers te gaan fotograferen wanneer ik het heb over duiven. Maar dat hoorde er gewoon bij het leven van de duif. Wees niet gedemotiveerd als een project niet binnen een bepaalde tijd afgerond is. Wees content, heb dan altijd iets te doen. Ik vond het altijd super als ik bosanemoontjes ga fotograferen voor de allereerste keer. En na dat eerste jaar, oh, ik heb geen mooie beelden. Ik was blij, want dan kan ik die volgend jaar weer fotograferen. Zoek iets wat dicht bij jou is. Het moet haalbaar zijn.
Zoek iets wat persoonlijk is. Iets waar je tijd voor hebt. Ik begeleid soms mensen hun portfolio voor het eindwerk. En iedereen wil het altijd in natuurfotografie doen als ze naar mij komen. Dat is logisch. Maar eigenlijk raad ik dat niet altijd aan. Ik had nu laatst iemand die zei van ja, ik wil het over landschappen doen. Ze hebben daar een jaar de tijd voor en ze moeten 9 beelden afleveren voor een eindwerk. Nu zeggen, oké, landschappen, goed. Hebt u tijd om 6 keer 's ochtends naar dezelfde locatie te gaan? En dat maal 9? Zo niet, dan moet je daar niet aan beginnen. Het is niet zomaar 1 keer naar een locatie, klik, oh, een mooie foto. Nee, die weersomstandigheden zijn belangrijk. We staan misschien niet op de goede plaats die ochtend. Dus je moet daar tijd voor maken. Zoek iets wat makkelijk toegankelijk is. Hoe meer tijd je neemt, hoe beter de foto's worden. Ik heb ooit een keer mensen de opdracht gegeven van kijk, ga een keer 7 dagen aan een stuk, iedere ochtend dezelfde vlinder gaan fotograferen. Niet hetzelfde individu, maar dezelfde soort. Ik ben zelf geen soortenfotograaf. Een duif of een ijsvogel, voor mij blijft dat hetzelfde. Om eerlijk te zijn, fotografeer ik liever een duif, omdat ik iemand ben die van minimalisme houdt. En ik vind een duif rustiger van tekening dan een ijsvogel, maar dat is persoonlijk. Maar dezelfde soort. Waarom? Omdat je anders vervalt in dezelfde compositie met verschillende soorten. En als je dezelfde soort fotografeert, herken je dat onmiddellijk. En weet je van, ja, maar ik kan dat niet meer fotograferen. Ik heb dat gisterenmorgen zo gefotografeerd. Ik moet iets nieuws vinden. Dus je daagt jezelf uit om verder te gaan denken. En beperk alsjeblieft fotomateriaal en techniek. Ik zie soms foto's passeren. Dit is een focusstekking van een landschapsbeeld met 11 foto's en daar een reactie erop. Oh, ik heb ooit ene met 24 foto's genomen. Ja, daar draai je het niet om. Hè. Het draait om compositie, het beeld. En als je een verhaal wilt vertellen, maakt niet uit wat je bij je hebt. Je moet niet tonen wat je kan. Voor mijn meeste projecten gebruik ik een kleine body, een Fujifilm X-T4 en een 24-70 lens. That's it. En voor Project Wounded moet ik bijna altijd op 12.800 ISO fotograferen, omdat dat meestal binnen is, met 1 TL-lampje in de midden van de ruimte en altijd super donker. Dus beperk het fotomateriaal dat je gebruikt.